willen zo snel mogelijk open. En ik denk dat het uitgangspunt is. En hoe eerder, hoe beter. Maar ik zeg erbij, ik kan niet toezeggen of dat over 3, 4 weken is. Of dat het over 6, 8 weken is. Met Landal hebben we natuurlijk wel een hele mooie overnamepartner in de gemeente gekregen. Meneer Vonk, wat heeft u betaald voor het park Hof van Saxe? Dat is een mooie vraag. Maar daar kan ik geen mededeling over doen. Werkt alles nog? Ja, alleen ja, ik mis het, het draaidingetje. Dus we zijn al begonnen. En, maar dit lukt even niet. Maar dat komt allemaal goed in de komende week. Ik ken het Hof van Saxe heel lang. Wij zijn er, ik ben er zelf ook geweest 3 jaar op rij. Indrukwekkend. En het is zonde dat het in deze situatie is. En ik denk dat het met een partner als Landal een goede toekomst tegemoet gaat. Voor ons is dit een mooie gelegenheid. We vinden het een prachtig resort. Het is een prachtig, mooi ontwikkeld resort. Het is mooi bedacht, mooie architectuur. Het ligt hier prachtig. Het is een uniek resort in Nederland. En vanuit die optiek vinden wij ook dat het in zijn uniciteit ook prima bij Landal past. Landal heeft bewezen dat ze in staat zijn om vakantieparken uitstekend te exploiteren. Dus hier staat een blije burgemeester. Het is ook een resort waar je eigenlijk niet weg hoeft. Een prachtige spa beneden, daar ben ik zelf ook wel eens geweest. Ja, anders. We zijn de hele tijd al aan het schoonmaken gebleven. Ja. Maar heeft toch geen zin? Er komen toch geen gasten? Ja, maar de boel maar weer schoon. Want zolang, als er niemand is, wordt het wel vies. Dus zoveel te meer smeer komt er dan. Dus je moet gewoon blijven schoonmaken. Een van de argumenten om ons ermee te bemoeien heeft te maken met de werkgelegenheid. Er werken hier 200 mensen op het park en daaromheen heel veel bedrijven die maken daar gebruik van. Dus er was ons veel aan gelegen om die lokale werkgelegenheid ook op niveau te houden. We hebben vanochtend een medewerkersbijeenkomst gehouden. Daarin hebben wij verteld dat wij het park zo snel mogelijk weer open willen gaan doen. Dat we de marketing gaan doen, dat we exploitatie terug gaan brengen. Daar hebben we ook gezegd dat we heel veel mensen een baan zullen gaan aanbieden. We hebben ook gezegd dat we niet kunnen beloven dat we iedereen een baan aanbieden. Omdat we ook kijken of de activiteiten hier gaan plaatsvinden of op een andere plek binnen Landal. En tegelijkertijd zijn er ook mensen die hier werken, medewerkers, die ongetwijfeld op andere parken bij ons of op een van onze kantoren een gelegenheid krijgen om te komen werken. Er werd hier altijd gelachen hoor. Maar ja, dit is wel leuk om te horen. Zeker weten. Heeft u wel hoop dat het goed gaat met het Hof van Saxe? Dat heeft iedereen, denk ik. Ja, ja, zeker. Maar vertrouwen dan, heeft u dit ook? Ja. Het resort staat er goed bij. De woningen staan er goed bij, de faciliteiten staan er goed bij. We zeggen wel, hier en daar willen we een aantal investeringen doen. Eigenlijk met name om weer een soort volgende stap te maken. Het staat er goed bij. En tegelijkertijd, na een jaar of 5, 6 wil je ook wel weer een aantal nieuwe dingen kunnen laten zien. Gasten die geweest zijn, die willen ook weer nieuwe dingen ervaren, nieuwe beleving meemaken. Dus die investeringen zijn ook bedoeld om juist weer iets nieuws toe te voegen. We gaan dit niet groen verven, zou ik maar zeggen. En borden en vlaggen, en dat hebben we trouwens op heel veel parken ook niet. Maar dit park heeft zijn eigen positie en dat willen we ook benadrukken. Gasten komen hier voor het Hof van Saxe. Ik zou het een beetje willen vergelijken met wat Laus Wold voor de Bilderberggroep is. Dat is het Hof van Saxe voor Landal Green Parks. Een eigen statuur, een eigen. Mensen vinden het belangrijk dat ze naar iets komen wat eigen is, wat authentiek is. Nou, dat is dit park. Dat is ontegenzeggelijk. Het park heeft mooie huizen, mooie boerderijen. Dat ziet er goed uit. Daar zouden we eigenlijk in de optimalisatie nog een aantal nieuwe types willen toevoegen. Luxe types voor 2 personen, grotere types voor 8 personen met veel luxe, bijzondere beleving. Dus daar kan je nog nieuwe slagen maken, dat willen we zeker doen. En tegelijkertijd, we zouden hier en daar nog eens op het park iets willen toevoegen. Misschien is een speeltuin hier en daar, een aantal nieuwe dingen. En mist het park iets? Het kan zomaar open. Ik denk, als je kwaliteit levert, daar begint het. Als je een goede gastervaring levert, dan komt dat rendement vanzelf. En als je het dan nog op een verantwoorde manier hebt kunnen financieren,
dan komt dat rendement vanzelf. Daar hebben we vertrouwen in. Ja, er komen hier heel veel gasten. Dat realiseert niemand zich wellicht, omdat men denkt, ja, dat is failliet gegaan. Maar er kwamen hier heel veel gasten, waarvan ook een hoop gasten die niet bij Landal kwamen. En er zullen ongetwijfeld heel veel gasten zijn, dat weten we ook, die door de groep heen gaan. Hè. Dan gaan ze een keer hier naartoe, dan gaan ze weer een keer naar Zuid-Limburg, een prachtig park Hoogvaals bijvoorbeeld. Of ze gaan naar Duitsland, of ze gaan op wintersport. Dus we hebben heel veel te bieden. En met dit park erbij, hebben we er wel een parel aan de kroon. Nou, als u kijkt naar de prijzen die het had, het ligt qua prijsniveau iets hoger dan een aantal andere parken. En dat gaan we ook doen. Het park zal iets duurder zijn dan andere parken die we ook hebben. En als je kijkt naar wat je ervoor krijgt, de kwaliteit die hier geleverd wordt, is het tot een kwart. Toch is het wel zo dat er de afgelopen jaren, dat weten we natuurlijk vanuit ervaring hier, dat er heel veel gediscussieerd is over dat hogere segment. Hè. Is dat hogere segment wel te bedienen en wil dat hogere segment, zoals ze dat noemen, wel naar Drenthe? Daar zijn wat vraagtekens over gesteld. Die zien jullie niet? Laat ik beginnen een compliment te geven aan Marketing Drenthe. Ik denk dat ze Drenthe erg goed op de kaart zetten. Als je kijkt naar Gelderland helaas, dan moet ik zeggen dat Drenthe dat heel knap doet. Er komen heel veel mensen naar Drenthe. Dit is een prachtige provincie. Daar mag iedereen heel trots op zijn. De afwisseling die het heeft. En dat vinden mensen in de Randstad, waar weinig groen is, heel erg belangrijk. Wat heeft u inmiddels nu afgesproken met Landal? Wat voor huurtermijn zit erop? Of wat voor exploitatietermijn? Ik denk dat je moet denken, als je een samenwerking hebt, dat je minimaal voor 10 jaar met elkaar afspreekt om samen te werken. En liefst langer. Heeft u al enig idee wanneer u weer open kunt dan? We zijn daar nu naar aan het kijken. En er zijn eigenlijk twee dingen die van belang zijn. Aan de eerste kant moeten we als de Wiedenberger gaan zorgen dat de marketing op gang komt. Dat gasten kunnen boeken. Dus dat is één ding waar we aan het werk zijn. En daarnaast kijken hoe snel we hier weer open kunnen. En dat is wat ik net zei, daar zijn de gesprekken vanmiddag voor gestart. Omdat we uiteindelijk willen kijken wat nodig is om open te kunnen gaan. Ja, dan moet hier iets gebeuren en dat heb ik niet. Hij hoort erbij, hè?